Zij komen uit een hele patriarchale samenleving. Waar de rol van de vrouw vooral de rol van moeder is. Van loyale vrouw. In Rusland nu van soldatenvrouw. Iemand die thuis zit te wachten. Haar man steunt in zijn hele patriotistische ondernemingen. Dat is hoe het Kremlin uh, Russische vrouwen graag ziet. En wat er gebeurt is um, omdat vrouwen heel erg worden onderschat ook. Gaan ze. Achter de mannen aan. Dus de mannen, die, dat zijn ook de oppositieleiders. In het geval van Navani, die, die werd gelijk gevangen gezet. En nu volgen ook vrouwelijke, vrouwelijke politici trouwens. Maar je ziet dat vrouwen in dat gat noodgedwongen worden eigenlijk om in dat gat te stappen, in dat vacuüm te stappen. Want zowel Tichanowska als Navalny waren huisvrouwen, waren moeders, um, waren ook een soort van het archetype van de traditionele vrouw. Maar omdat hun mannen. Zijn in Nawalny's geval vermoord en in uh, Tignovska's geval opgesloten, worden zij gedwongen om die rol op zich te nemen.